Het is vandaag zaterdag en ik ga mijn bel vrij of los springen, hoe je het wilt noemen. En ik heb twee staanders neergezet en twee balken. En ik ga met een snoepje werken. Ja. Als ze achter me aangaat, dan krijgt ze het snoepje. En zo niet, dan niet. Maar nu denkt ze alleen maar fly me. Ik heb hem nu op één staander op het allerlaagste gaatje neergelegd. En ik ga even kijken of ze dat doet. Naar bul, Cor! We hebben nu een paar keer over één stukje omhoog gesprongen. En nu gaan we over een stokje springen. Kijk hoe dat gaat. Ze doen alles samen. Samen balkjes omhoog. Samen springen. Na het vrij springen nog even een beetje bewegen, want we hadden maar heel kort. Wachten. Ik wil niet filmen. Onze zes gaan nog even over het balkje heen, draven, galopperen. En wij gaan ook lekker rijden. Jo, waar ga je heen? Ik vond dat het vrij springen heel erg goed ging. We hebben eerst de balkjes gedaan, daarna sprongetjes. Deze vond ik hartstikke fijn. Daarna ben ik gaan rijden. En we moesten ook switchen van bak, we moesten dit doen, we moesten dat doen. En we zijn ook bakjes heen gegaan, dat vond ik heel erg leuk. Maar ze bleven toch gewoon chill en ze deden toch gewoon wat ze moesten doen. En daar was ik heel blij mee. Het is zondagavond en er is hier springen geweest. En toen dacht ik, laten we het maar proberen. Het is nog geen 1 februari, we komen 4 dagen tekort, maar het gaat eigenlijk heel goed met haar. En Kim en ik doen wedstrijd en Kim was helemaal sluis doorgelopen, dus toen dacht ik, nou dan mag Kim het wel doen. Ondanks dat ik dan was niet de reden, nee vertelt ze nu, dus dan had ik net zo goed kunnen zeggen, nee je mag niet, ik ga zelf. Maar goed, ik ben lief soms. Dus Kim gaat even losrijden en dan gaan we het eerste sprongetje maken. En als dat goed gaat... Jij moet toch de hond nog uitlaten. Ik moet sowieso de hond nog uitlaten, dat klopt. En als dat goed gaat, dan kunnen we er wel als genezen verklaren, denk ik. Yes. Het is spannend! Zo, deze is een beetje moeilijk. Maar vandaag gaat het alweer een stuk beter. En zoals je ziet, beentjes gaan in ieder geval goed. Dus dat is belangrijk. Geen idee wat Kim aan het doen is. Losrijden en dan ineens niet meer.
Oh, ze moet op de Apple Watch aanzetten dat ze aan het paardrijden is, want anders wil ze hem niet verslaan. Dus wat? Nou ja, precies. Dat dus. Nou, ja, daar gaan we. De eerste keer weer. Ja, kom. Ik zie niks. Ik heb het goed gedaan, dus daar ben ik heel blij mee. En morgen even kijken hoe de box uitkomt. En als dat goed is, dan gaan we er genezen verklaren. Zo, het is dinsdag en vandaag is het hondenstapmolen, maar dan rennen. Hondenstaprenmolen, iets. Dat is toch fijn hè, zo'n manege. Zoveel doeleindes. Om geweest. Die vond het zo spannend dat ik niet kon filmen onderweg. Maar dat geeft niet, want ze heeft het wel volbracht. En ik denk dat ze nu wel moe is, want even niet rijden, even rustig aan, want ze is niet helemaal lekker. Ze loopt niet helemaal lekker. Ze heeft wat vocht in haar knie gehad voor. En nu zijn we dus aan het stappen met Henja dit keer. Henja heeft nooit wat. Maar goed, het was wel een lekker ommetje. Het is prachtig weer. En als je de gladde stukken vermijdt, kan je heel prima wandelen. Op de manege is het gladder, zoals buitenom wat makkelijker lopen. Alice! Alice is er wel, maar die vindt Henja denk ik eng. Alice, oh, daar ben je. Kijk, onze Alice was ook mee. Die had ook al in de bak gespeeld. Zetmazzel vandaag. Henja? Ja. Ik ben wel een plekje gaan vervangen, want het is nogal, laten we zeggen, klaar. En ik heb hier ook een heel klein mini plekje. En het is heel pleizig. Even kijken, zondag heeft Vroon s'avonds gesprongen. Met Kim. En dat ging goed, een paar sprongetjes. Dat hebben jullie kunnen zien in de weekvlog. En nu gaan we dus weer rijden na het springen. Dus ik ben heel benieuwd, want als het vandaag goed gaat, dan denk ik dat we kunnen zeggen dat de kreupelheid over is. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk, Tessa heeft een nieuwe methode om te meten. Ik zeg, doe maar een stap en dan nog een stukje. Nee, Tessa meet het zo. Komt-ie. Laat ze half in de spagaat liggen. Hey, ik ben hier van balken verschuiven. En zo wijd moet het dan ongeveer zijn of zo. Om en nabij. Dat dus. Ik ga vandaag ook schriktraining doen, want we laten deze gewoon liggen. Dat is anders dan anders, dus dan... ik ga eens even kijken. Tess, je vergeet nog die lepel daar. En dan kan je intrappen, leg hem maar weer in. Juist. Zo, nou ik ben benieuwd. Ze gaan hier samen even, dat is gezellig. Het ligt niet helemaal goed, maar dat geeft niet. Nou, ze gaan een parcoursje, tenminste gaan springen. Lekker buiten.
Maar waarom weet ik niet precies. Maar blijkbaar vinden kinderen en ponies dat leuk om dat aan de hand te doen. Miauw. En dan springen ze samen. Dat is goed voor de conditie in ieder geval. Ja? Ja, doe maar. Ik heb al gesprongen, maar goed. We hebben ook nog balkjes. Schrikbalkjes zijn dit. Hele enge balkjes. Precies. Of toch niet zo eng. Oh, in stap. Oké. Okay. Nou, wat ga je nu doen? Een klein sprongetje. Een klein sprongetje. Ik weet niet welk klein sprongetje ze doet. Die zwarte. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we even opzij met Vroon. Anders kan paard er niet overheen. Pony. Wachten. In draf gaan we, geloof ik. Miauw. Ja, ik zeg niks. Sowieso geen verstand van. Het is vrij donker, dus ik denk dat ik niet heel lang meer kan filmen. Nou, dus ik kom nog een keer. We gaan nu over de groene, zegt ze. Geen idee hoe, precies daar. Oh, in galop ook nog. We gaan even draaien, paard. We kunnen bijdraaien. Nou, daar komt ze. Even poepen ondertussen. Ik moet een hoop poep ruimen zo meteen. Hoppatee. En nu? Oh, ik denk je doet er even een paar achter elkaar. Nou, dan komt ze weer. Nog een keer de groene. Hoppatee. Oh, dat ben ik. Dus dan moet ik opzij. Hoop paard. Hoppa. En die paars ook voor veel proberen. Paars. Welke paars, hè? Oh. Geen idee hoe ze dat gaat rijden, maar ze gaat het in ieder geval proberen. Ga er maar vanuit dat ze het doet. Ze loopt lekker. Precies. Van het galopperen, van hindernis naar hindernis. Ze doet het. Je moet niet zo ver achterover. Ze doet het echt wel. Ja, mijn mazzel. Het is niet zo druk vandaag. Gaat ze iets beter met dat spelletje? Keurig hoor. En Jack Tess, die heeft haar Go Social shirt aan. Hiha. Netjes hoor. Wel, die is vandaag heel erg goed met rijden. En deed Vrona het ook goed? Vrona leek een beetje moe van springen zondag, denk ik. Maandag was ze wel vrij, dinsdag hebben we rustig gereden. Vandaag hebben we ook rustig gereden, maar ja, ze lijkt een beetje moe, weet je niet. Misschien moet er meer power in. Power! Dus gaan we wat powerbrokken erin stoppen. Ik heb er weer power gezet in plaats van op basis. En ze krijgt nu weer power? Als ik hoop dat ze nu power krijgt. Wacht, dan kan ik proeven. Ik kan dat weten. Tess gaat het even proeven, jongens. Power. Ja, power? Tess proeft even de powerbrokken. Kijk, Bix zit minder zout in en power zit meer zout in. Ik geloof je. Ik denk dat wij maar thuis gewoon van eten zien. Ja. Het is vandaag donderdag en ik ga op buitenrit. En daar heb ik heel veel zin in. Want het is heel mooi weer. Want de bomen zijn helemaal wit. En van alles is ook wit. Oké. Nou, tot zo. De grond is gelukkig zacht. Maar je ziet het rijp overal. Dus het is wel heel mooi.
Zo, ik moet even praten. Ik wil wat hier in de hand zit. Kun je praten? Oh. Hallo. Ja, vind ik ervan. Nou, ik heb net gereden. En het ging wel goed. Ja, ze was op een gegeven moment dat ik was gewoon heel fijn. Ik ga op en in draf is het moeilijker. Maar het ging wel fijn. Ze was wel een soort snel moe of zo. Ik weet niet. Maar in het begin ging ze een soort zo stuiteren. En toen na een tijdje stappen, toen ging ze gewoon normaal stappen. En op het einde was ze even gekakt. Dus de energie ging wat sneller op vandaag. Ik ben een buitenland geweest. En heel mooi, zo, goed Nederlands. We hebben heel mooi sneeuw gezien. En ook rijp op de bomen. Ook. Het zag er allemaal echt heel mooi uit. Dus er waren allemaal witte bomen. Als je een blouse voorstelt, maar dan gewoon in het wit. Wat er niet van afvalt in de zomer door de wind. Ik ben al meteen aan het slaan. Al meteen zijn we bevroren. En ik hoop dat ze zo weer wakker worden. Maar de kantine werkt meestal beter. Dus als ik opschiet, dan is mijn moeder nog niet klaar met thee. Dan ga ik ook thee halen en dan doe ik er expres heel lang over. Wat ik altijd doe. En dan krijg ik weer heel warm. Ja. Dan kom je op stal. Het is vandaag vrijdag. En dan ben je een brave Bassie. Nog even bij je paard kijken. En dan zal ik even laten zien wat mijn paard gedaan heeft. Zo, paard. Wat heb jij gedaan? Ik ga het laten zien. Dat dus. Hoegor. Moet ik eruit halen, Truus? Is gewoon vies. Bah. Dan moet ik het eruit gaan scheppen. Hier ben ik zo niet blij mee. Ik moet even handschoentjes gaan halen. Kijken of hij over mijn handschoen heen kan. Nou, ik heb geen koude hand, want hij zit over mijn handschoen heen. En daar gaan we. Ja, vooral vindt het allemaal reuze interessant. Gek paard. Ik mag gewoon poep eruit gaan halen. Bam. En hij is opzij. Doen jullie dat vaak? Poep uit je waterbak of uit je, hoe heet dat, voerbak halen. Wel goor, raar beest. Nou, het is eruit, het ligt nu daar. En dit staat straks weer uit te likken en ik zie nog wel dingetjes. Raar. Je bent gewoon een beetje raar paard. Maar jij denkt, oh lekker. Ja, lekker hoor. Heerlijk, ja, heerlijk.